Zo, dat is hem dus, de tent. En die is wel bijzonder, hè? Ja, die is bijzonder. We hebben tijdens de coronacrisis hebben we eigenlijk direct ingespeeld op dat we doorwouden naar de BOVAG. Dat we eigenlijk alle leerlingen toch graag binnen willen hebben. Vinden we heel erg belangrijk dat niet de helft online doet en de helft offline en noem maar op. Dat we ze allemaal binnenkrijgen. Nou ja, dan heb je gewoon vierkante meters nodig. En toen hebben we een hele simpele, doeltreffende oplossing bedacht. Ik had het nog niet ergens gelezen en dat is, we gaan gewoon een tent aanschaffen. Wat dacht je dat je voor het eerst hoorde dat je in de tent les zou kunnen krijgen? Ja, ik wist eigenlijk niet goed wat ik bij mezelf bij voor moest stellen. Maar het valt me niet tegen. In plaats van thuis zitten is dit wel een stuk beter. Want anders had je inderdaad de helft van de tijd thuis moeten zitten. Nu kan je de hele dag hier zijn. Ja. Dat lijkt me toch wel erg mooi. Ja, het is heel erg fijn vooral en ook wel gezellig, ondanks dat je de 1,5 meter moet houden. Maar... ja, je kunt toch wel met z'n allen samenwerken. Had je het misschien stiekem ook wel leuk gevonden om de helft van de tijd thuis achter de laptop te zitten? Nee, daar ben ik helemaal niet van. Ik hou echt van mijn handen werken. Dus dit is wel een mooie kans dat we dit gewoon nog mogen doen. Wat nou als u de tent niet had opgezet? Wat was er dan met de eerstejaars gebeurd dit jaar? Nou ja, daar hadden we een probleem. En daar hadden we dan heel makkelijk kunnen zeggen tegen die leerling. Van ja, de helft blijft thuis en de helft hebben we lessen. Maar wij weten van die leerlingen dat het praktijkleerlingen zijn. En die houden daarvan. Dus wij... het is houtbewerking, dat kan je niet... Het is houtbewerking, dat kan je niet achter de computer doen. Dat kun je niet achter de computer doen. Machinalen kun je niet achter de computer doen. Wij willen gewoon die leerlingen volledig hier alle dagen hebben, net als de andere jaren. Nou, dan heb je nog natuurlijk de keuze om gewoon lekker met z'n allen mondkapjes te gaan dragen. Ja, met mondkapjes in de praktijk, dat zweert en dat doet, want die jongens zijn in beweging. Ze zitten natuurlijk niet voor de klaslokaal naar een digibord te kijken, hè. Dat is het verschil. Met de zaag in de hand en het zweet op het voorhoofd? Maar dat werkt echt niet. Dus die mondkapjes, dat zou hier, ik zou haar zeggen, gênant zijn.